Nee, dit is onzin. Dit is onzin. Dit is echt bizar. Ze emers in China, ouwe. Ze emers in fucking China. Al bijna mijn hele leven speel ik op een PlayStation. En ik heb er nooit echt problemen mee gehad. Nooit echt hackers tegengekomen. Dat viel altijd best wel mee. In Fortnite nog nooit een hacker tegengekomen op de PlayStation. En ik speel 2 weken op een computer. En ik kom gewoon een hacker tegen. En notabene in mijn custom matchmaking. Natuurlijk komen de hackers in mijn custom matchmaking. We hebben al last van streamsnipers. En nu ook nog eens last van hackers. En voor de mensen die erbij waren, het was bizar. We gaan het even terugkijken. Op mijn Instagram staat ook een kort clipje, 44 seconden. Hij schiet letterlijk door zijn koude ster heen. Ja, ook dat nog. Dus meer dan één. Check zeker mijn Instagram, dat zou ik sowieso leuk vinden. Volg me ook even op Instagram, Pelle, YouTube, lage streepje. Daar staat een heel leuk clipje, lekker kort. En ik ga nu even mijn perspectief laten zien en die van de hacker. En het is best wel bizar. En later ga ik reageren op andere hacks, want het gebeurt best wel vaak. Nou, dit is dus mijn perspectief. Dit was ik dus. Ik was in de oil rig. En toen dacht ik van, hé, ik ga een beetje lekker rondlopen. Ik pak nog even die linkerkant. Komt-ie. Rakketakketakketakketak. Komt-ie. Nog even. Padapadapapapam. Dit waren allemaal shots van 9. Dat kan je helaas niet zien in de replay. Allemaal shots van 9. Keihard in mijn koppie. En dan gaan we even kijken of we dus inderdaad nog de andere perspectieven. Ik heb het gewoon gefilmd. De baas had niet heel veel last ervan. Dit was in ieder geval de hacker. We gaan volgens mij nu eerst Binky pakken. Want Binky die werd keihard in zijn kop geknald. Dat is toch ook helemaal nergens op. Die is gewoon lekker grenades aan het gooien. Bij hem dacht je wel van oké, niet echt last van een hacker. Maar uiteindelijk kom je er ook achter. Trouwens nog, sorry voor mijn muis. Maar die is ook opgenomen in beeld. Ja, die is ook opgenomen. Even kijken hoor, dus Binky die gaat gewoon dood door een boombo. Dan denk je nog van, oké, dat is wel een knap shot, lekker geschoten. Maar nog niet echt gek last van een hacker. Dan gaan we uiteindelijk naar Dual C Claps. En daar zie je wel echt dat er iets mis is met dit potje. Het lekt een klein beetje, kijk, op, er wordt geschoten. Dacht hij van, oké, wat is er aan de hand, val nog mee. Ik ga even doorzwemmen en padapapapa. Allemaal shots van 9 in je kopie. En toen werd er al gezegd inderdaad, hey, dit zijn hackers. En zo je ziet, het is echt het soort van waaier wat aan het rammen is. Waar die gozer kan schieten, als er iemand piekt, dan gaat die aim er direct op. En dan gaan we eens even kijken hoe dat er nou uitziet. Hoe ziet het er nou uit om als een hacker te spelen? Nou, dit was de hacker, een no skin. Dat is ook wel logisch, want hackers die maken natuurlijk nieuwe accounts aan, zodat ze dus... ja, want ze hebben natuurlijk... ze willen niet dat hun officiële account wordt geband. Maar hij heeft nu een SMG in zijn hand. Schakelt over naar een boombo. Is een beetje aan het kijken, zoals je ziet. Hij mikt en je ziet die bogen al een beetje zoeken. Van, hé, waar zijn die guys nou? Nu komt hij met zijn SMG. En hij gaat ratelen. Hij gaat zoeken. Het is echt bizar. Dit was trouwens... Dit was eerst nu op Dual Z. En toen op Binky. En hierna komt hij op mij. Hij wou niet eens op mij schieten. Kijk waar zijn aim is. Zijn aim is in China. Zijn aim is gewoon letterlijk... Laten we even terugkijken. Zijn aim is letterlijk aan de andere kant. Let op, hè. Ik loop dus ergens aan de bovenkant. Komt-ie. Dit was de Dual Z. Dat was Binky. En nu komt-ie, hè. Nu komt-ie. Nu spring ik. Want hij denkt van... Oké, ik wil die guy beneden killen. Hij gaat automatisch naar mij toe. Hij reload. En maakt me af. Hij maakt me keihard af. Denk je van... Oké. Lekker één bordje, maar hij heeft nog een andere hek aanstaan. Kijk, dit was een lucky shot dat Binky hier niet doodging. Maar kijk wat hij doet. Hij schiet door zijn kaulooster heen. Komt-ie. Kudda! En dat ding gaat er gewoon doorheen. Dit is onzin. Dus hij kan dus denk ik ook door dingen heen schieten. Wat het dus nog sterker maakt. Het is echt een rot hek dit. Let op, hè. Hoe die Binky doodschiet, komt-ie. En op 100. Easy. Easy claps. Niks aan de hand. Easy claps. Het is echt, ik was zo zoutig. Ik was volgens mij, kwartier daarna was ik ook gewoon gestopt, want ik had ook echt geen zin meer in. Nu pakt hij zijn boombo, want een boombo, kijk, allemaal vijf, allemaal raak. Pakt hij zijn boombo, maar zijn boombo, die zwerkt hem niet, want die boombo, die gaat gewoon ergens anders toe naartoe. Die gaat naar China, die gaat denk ik naar rechts. Hier. Ja, dit is toch bizar, dit staat toch nergens op. Dus dit was mijn eerste ervaring met een hacker. Het was een aimbot, hij kon er muren heen schieten en het was best wel irritant. En zeker voor in mijn customs, ik wil gewoon met jullie spelen, 100 mensen. Lekker Fortnite spelen, lekker naar allemaal locaties gaan, proberen te winnen. Een super epische eindbattle maken. Maar nee, er komt er weer een hacker. Ik was trouwens ook geliefd, want het ging helemaal nergens over. En toen dacht ik van, ik ga even kijken of er andere hacks zijn. Die waren er. Ik heb eigenlijk nog nooit gereageerd op hacks. Ik heb deze video's ook nooit bekeken. Want ik ben niet echt geïnteresseerd dat iemand aimbot heeft. Maar ja, nu ik er door van slachtoffer ben van geworden, ben ik toch wel geïnteresseerd wat er allemaal is in seizoen 2.
zitten volgens mij te kijken naar Daequan. Dit is een hele... Ja, dit was denk ik wel een van de OG Fortnite-spelers met de dubbelpunt natuurlijk. Maar hij werd gekilld. Kijk wat er gebeurt. Hij is al in replay. En als deze guy in replay zit, dan weten we al genoeg. Dus je zit dat hij nog Fortnite speelde eigenlijk. Kijk wat er gebeurt hoor. Wat is er aan de hand? Kijk, dit is dus zijn perspectief, zo te zien. Hij pakt volgens mij hier een kill. Hij loot eventjes. En... Huh? Hij is volgens mij door blauw kapot geschoten. Huh? Oh, hij is door de muur heen geschoten. Toch? Hij was door de muur heen geschoten. Oh, wat naar. Ja, die muurhek is denk ik nog wat ergste. Huh? Hij schiet gewoon die pump achter zijn hoofd. Ja, oké, dat kan natuurlijk ook niet. Oh, een soort met van slagschip is dit, joh. Hij blijft maar raketten schieten. Oh, dit vind ik op zich nog wel een leuke hack, hoor. Oké, dit vind ik op zich nog wel een geinig hack. Als ik dit zou zien, dan zou ik niet echt balen of zo. Als het maar één keertje gebeurt. Oké, deze hack is best wel funny. Ja, je kan eigenlijk alleen maar uitstappen en terug gaan schieten met je wapen, want dit is echt... Ja, man. Oké, dit lijkt me op zich best wel een leuke hack om zelf ook te gebruiken. Het is best wel geinig. Een soort GTA-hack is dit. Het lekt ook zo erg. Hij bukt hem ook alle kanten op, jongen. Het is niet te raken, dit. Kijk hoe snel dit gaat, jongen. Huppakee. Nee, dit was wel een flinke hack. Oké, kijk wat hier de hack van is. Dit is een clip met niet heel veel FPS. Oh, alles headshot. Alles headshot. No shot. Alles raak. Oh, dit is weer zo'n hack. Precies dezelfde hack waar ik ook last van had. Dit is gewoon één bot in je kop. Eén bot in je kop. Gewoon automatisch. Gewoon, hij schiet ook gewoon alle kanten op als een waaier. Dit is echt zo'n nare hack. Eén bot, headshot. En dan denk ik ook nog zelfs door muren heen. Ja, man. Vier schoten, je bent gewoon dood. Gewoon, padapapa, je bent gewoon dood. Ja, maar waarom zou je deze hack gebruiken? Dit is toch erg, dit. En dan zijn we bij de volgende hack. We zitten weer in een lekker bootje. En even kijken wat gaat gebeuren, jongens. Is het weer een aim? Oh, dit is nog dezelfde clip, trouwens. Ik heb even doorgespoeld. Oh, deze kerel gaat gewoon de hele lobby killen. Is het voor onzin? Oh, hij schiet volgens mij onder de brug door. Of niet? Nee, hij is gewoon niet onder de brug door. Volgens mij gaat hij winnen. Er zijn volgens mij nog 5 mensen over. Zijn hele squad is dood. En hij wint. Vieze win. 1 vieze win. Oké, even kijken hoor. Er wordt gedanst. Er wordt gekeken naar een tag. Oké. Oh, wat? Wat is dit voor hack dan? Had een AR burst. Huh? Huh? Oké. Wat is dit? Ah, dit is hetzelfde wat die boot had. Alleen dan op een wapen. Oké, nu heeft hij dus ook die boot. Komt-ie. Oh, dit is seizoen 1. Ja, daar komt hij weer. Oké, op een wapen vind ik hem echt wel zielig. Oké, we zijn bij het volgende clipje aangekomen. De laatste waar ik trouwens op gereageerd. Kijk wat er gebeurt. Dit is een Gold Trooper. Lekker skinnetje is dat. Blijft ook een lekker skinnetje. Volgens mij is een van zijn teammates is down. Hey, deze guy heeft veel wins, man. What? Volgens mij schoot hij door de muur heen, hè? Oké, waarom zou je met een bivakmuts op streamen? Deze schiet ook door de muur heen. Hoppakee. Oké, dit is wel echt een zielige gek. Maar ik ga het hier wel echt bij houden.
Nou, ik heb dus ook mijn eerste ervaring gehad met een hacker. Het was een aimbot en daar kon dus blijkbaar de muren heen schieten. Super irritant. Beter komt het ook niet meer voor in mijn customs. Want dan kunnen we gewoon weer lekker met 100 mensen gewoon lekker knallen en leuke potjes neerzetten. In plaats van dat ik word gekild door een hacker en dat ik dan moet lieven. Dat zou een beetje jammer zijn. Dus hopelijk gebeurt dat niet heel vaak meer. Dus vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker even te liken en te subscriben. Hoe meer likes, hoe minder hackers er zijn op mijn customs. Hoop ik. Zeker even liken en subscriben. Dan zie ik jou gewoon in een nieuwe video later.